Ja, we wisten dat het een slijtageslag zou worden. Het is afgelopen zaterdag zwaar geweest. Vandaag is het zwaar geweest. Ondanks dat denk ik dat we heel goed begonnen. Eerste kwartier. Domineerde, vond ik. De eerste goede kans was al na 2 minuten voor ons. 2-3 minuten. Maar we, de eerste kwartier kwamen we niet in problemen. Ja, standaard situaties. Hè? Een vrije trap. Overtredingen maken rondom de 16 is dodelijk in het hedendaagse voetbal met de kwaliteiten van bepaalde spelers. En dan kom je eigenlijk nullig op 1-0 achter. Je pakt het weer goed op. En dan maak je een goede 1-1. Ik heb niet gekeken of het een lange bal was. Maar we wisten dat we diepte hadden in ons spel. En dat we ze daar pijn konden doen. Het is een paar keer gebeurd. En daardoor maak je 1-1. En cruciaal was denk ik voor ons dat we 2 minuten voor rust de 2-1 tegenkregen. En dan weet je dat er wel iets knakt in zo'n elftal. En je weet dat zij niet meer hoeven en zij kunnen wachten en gebruik maken van hun fysiek, van hun snelheid en van hun voetbalvermogen. Al die drie elementen hebben ze voorradig. Ja, en dan zie je dat je eigenlijk de tweede helft achter de bal aanloopt, overal te laat bent. Van het middenveld, wat niet goed was, vond ik. En dan kom je te laat en dan zie je dat je eigenlijk niks meer kan bewerkstelligen. Ja, dan wordt het nog heel ongelukkig 3-1. En dan is eindelijk de wedstrijd voorbij. Ja, dan moet je concluderen dat zij gewoon sterker zijn, beter zijn. Fysiek, qua snelheid, qua team zijn ze gewoon beter dan wij zijn op dit moment. En dat is geen schande. We moeten ons daar van bewust zijn. Zij kunnen gewoon Morrison vandaag wel opstellen. Zij kunnen gewoon Bailey op de bank houden. En wij moeten het zoveel mogelijk doen met de jongens die zaterdag eigenlijk al heel veel hebben gegeven. Want daar zit het verschil in tussen Jamaica en Suriname op dit moment. En niks meer, niks minder. Want ik vind dat wij in de eerste helft heel goed hebben gespeeld. Met fases waarin we domineerden. En ja, een cruciaal moment blijft voor mij die 2-1 vlak voor rust. Yannick? Trainer legt het eigenlijk heel goed uit. Dat gevoel hadden wij als spelers ook eigenlijk. Wat je nooit wil is net voor de rust die tegengoal krijgen waardoor je achter staat. We hadden hard gewerkt om weer op 1-1 te komen. En als het dan op zo'n manier de 2-1 valt, is echt, dat doet wel wat met je. En dan proberen we in de rust het toch nog even met elkaar op te peppen. Om te zeggen van, weet je, tweede helft moeten we dit doen en gewoon doorgaan. Want ik vond niet dat we heel erg veel onderdeden in de eerste helft. En dan krijg je net na rust die kans van Wiesenswaard die het net overgaat. Dan zit het net niet mee. En op het eind was het gewoon heel zwaar voor ons. Konden we het niet meer belopen en liepen hun eigenlijk weg bij ons. En zoals trainer zei, dat is een beetje het verschil denk ik op het moment. Maar we zijn net aan een nieuwe cyclus begonnen. Veel nieuwe spelers. We hebben nog niet zo heel lang met elkaar gespeeld. Maar als ik het zo zie, de afgelopen wedstrijd en nu, ben ik wel positief gestemd over hoe ver we kunnen komen als er nog wat andere spelers die er nu niet zijn wel bijkomen en op elkaar ingespeeld raken. Dus het is natuurlijk een rot moment nu na de wedstrijd hoe je je voelt. Maar als ik over de afgelopen 2 wedstrijden kijk, ben ik wel positief gestemd eigenlijk over het project. Dankjewel. Just Jamaica, proper welcome. If you have, when we finish with the Sims part, if you have a question, please give your name and the comp you're working for, and then we can follow. Tell us. Daarom voorstel dat de waarheid. Trainer ben zo, je had het erover dat de angel eruit gehaald moest worden. Dat was een van de cruciale dingen. Is dat afdoende gebeurd? Nee, daarom gaf ik aan. Op het middenveld hadden we geen problemen met Morrison. Die soms niet begon en dan weer uitzakte. Naar links en naar rechts gingen. En we hadden daar, ik kon niet geen antwoord op, maar wij konden dat niet controleren. Dus zo'n speler komt veel aan de bal. Dan weet je dat hij de kwaliteit heeft om mensen weg te zetten. Dan weet je dat zij weten van als hij komt dat een ander diep gaat.
En, ja, en dan komen wij daarin nog tekort qua anticipatie. Anticiperen, en dat zie je gewoon heel duidelijk. Een laatste vraag. Je had het over het moment net voor rust, 43ste minuut. Ik wil het even omkeren. Nu hebben we deze zware dobber achter de rug. Nu moet u de jongens klaarmaken. Hoe denkt u dat dat zal gaan naar Mexico toe? Want het is eigenlijk kort dag. Ja. Kijk, weet je, tuurlijk kan je spelers dingen kwalijk nemen. Ja, er zijn dingen waar we nog hard aan moeten werken, maar ik kan niet zeggen dat zij niks hebben gedaan, dat zij de pet naar hebben gegooid. Er waren een paar spelers minder dan normaal, of dan afgelopen week, afgelopen zaterdag. Als ik kijk naar Kappel, was minder. Als ik kijk naar Josefsson, was gewoon minder. Ja, dat zijn wel bepalende spelers voor ons. Dus we moeten gewoon de wonden likken, klaar. Dit is gewoon duidelijk, we moeten niet te veel erachter gaan zoeken en goed herstellen. En dan gaan we kijken of we tegen Mexico zeker weer zo'n eerste helft kunnen spelen als vandaag, minimaal. Als je het zo van de QR Sport, mijn vraag is voor Stanley. Stanley, je kiest op het middenveld uiteindelijk voor meer ervaring boven flink loopvermogen. Als ik kijk naar de eerste helft, ja, dan zeg ik van dat is een goede keuze geweest. De eerste 20 minuten, goede keuze geweest. Naarmate de wedstrijd vordert zie je van ja, Ryan die komt daar, of tenminste het middenveld kan het niet controleren. De dynamische speler, Ryan is niet zo dynamisch. En dan hoop je op zijn ervaring en op zijn organisatorische mogelijkheden. Ja, dat was het gewoon vandaag niet. Dat was niet genoeg. Ja. Goed, vraag voor Yannick Wilschut. Je debuut goal voor de nationale selectie. Hoe voel je daarbij, ondanks de nederlaag? En heb je ook zoiets gehad vandaag, vooral in de tweede helft, maar hey, mag een beetje meer support van het middenveld uitkomen? Ja, dankjewel. Het is natuurlijk heel fijn om je om doelpunten te maken, helemaal voor Suriname. Ben ik heel blij dat ik heb kunnen scoren. Het is natuurlijk lastig als je 3-1 verliest, dan heeft het weinig waarde. Tweede helft, ik denk dat iedereen was een beetje net niet. Dus het was niet alleen dat het op het middenveld, de aansluiting of alles. Ik denk dat we gewoon, ook als de bal voorkwam, dat we hem of niet vast konden houden. Of dat we niet iets, de bal er tijd konden geven aan de mensen om eronder te komen of te helpen. Dus ik denk dat het een beetje van beide is. En dat is zonde en dat heeft ons uiteindelijk de wedstrijd gekost. Maar zoals ik zei, we hebben hard gestreden. Vandaag heeft het niet zo mogen zijn. En gaan we ons gewoon klaarmaken voor de volgende wedstrijd. Wat ook een hele mooie, zware wedstrijd gaat worden. Dus we zullen het analyseren en kijken waar we onze verbeterpunten uit kunnen halen. En dan zullen we weer gaan. Ja. Stanley, die twee doelpunten, tweede en derde. Zou je kunnen zeggen dat er sprake is geweest van concentratieverlies? Het tweede doelpunt in het strafschopgebied. De speler kreeg de ruimte om te dribbelen en te schieten. En het derde doelpunt, de verkeerde pas die op de schermen. Kan je zeggen dat er sprake is geweest van concentratieverlies? Nou ja, die tweede, misschien, ik weet het niet, maar het is gewoon een duel. Ja, hij komt van buiten naar binnen en hij dribbelt, hij wil schieten. Schiet, wacht nog even, dribbelt nog een keer. En hij kan nog schieten. En, ik denk dat het gewoon een duel is die je als verdediger moet winnen. Zeker als iemand naar binnen komt. Je weet dat hij rechtsbenig is, hè, want daar dreigt hij in. Dus ik vond het gewoon geen goed duel. En volgens mij raakt hij nog half. De tweede goal is inherent aan onze manier van willen spelen. En dat je die bal het middenveld inspelen, wil inspelen tussen de linies. Ja, dat was gewoon, de bal was niet goed. En
Het zou concentratie kunnen zijn, maar dat is wel dan wel concentratie uit vermoeidheid. Want ik zag al spelers na 60 minuten eigenlijk al naar adem happen. Want ik weet niet waar zij het vandaan halen, maar ik heb sprintjes gezien van hun. Als je statistieken gaat bekijken, dan denk ik dat iedereen bij hun een paar kilometer boven de 20 kilometer per uur heeft gelopen. Maar dat is het verschil in het moderne voetbal. In het moderne voetbal. Hoeveel sprintjes kun je maken in 80 of 20 kilometer per uur? Daar gaat het om. Didi? Didi zal wel. Stanley. Afgelopen zaterdag een paar minuten. 43. Een beetje luider praten, John. Op achterstand, 43 minuten, eerste helft. Ja. Thuis. Ja. Publiek mee. Jullie gaan ervoor. Jullie komen terug. Is het een mentaal kwestie of heeft het ook met de leeftijd te maken dat het dan in deze tweede helft niet lukt? Dat je eigenlijk te veel spelers hebt, ruim boven 30, die in 3 dagen niet zoiets neer kunnen zetten. Ja, dus daar zit heel veel in wat jij nu zegt. Hè. Het moment van de tweede goal vandaag is gewoon, je ziet dat er iets knakt. Hè. Ook in de kleedkamer is het wat stiller dan normaal. Het publiek wat je over het dode punt helpt in een tweede helft in Suriname. Vooral fysiek. Ik denk dat wij spelers hebben die niet elke week op een hoog niveau spelen. Het zij door blessures, het zij omdat ze niet altijd erin staan. En dat zie je terug in zo'n wedstrijd. Hè. Als ik naar Yannick kijk, Yannick speelt niet elke week op dat niveau. Ja, dus hij zal moeite hebben om op dat niveau 90 minuten te spelen. En zo zijn er meerdere. En ja, dat is waar we mee te maken hebben. En dat is helemaal niet erg, want normaal, zij trekken een andere blik open. En dan komen er anderen die wel altijd 90 minuten spelen. En wij moeten iemand brengen die... Als ik kijk naar Vleiter, als ik kijk naar Richters, ja, dat moeten wij brengen. En dan moet je geluk hebben, zoals afgelopen zaterdag, dat het mee zit. Ja, tegen zo'n ploeg die... Ja, je zet Donk in de punt en zij brengen iemand van... Donk is 2 meter, ze brengen iemand van 3 meter erin. Ja. Dat is het verschil. Dat is het verschil en daar heb je mee te maken. En, ja, dus die... Als in die pool moet groter worden, ook, hebben we dat nodig. We hebben het fysiek nodig, we hebben snelheid nodig, we hebben dat nodig. Oké, gebruiken we dat. En nu moeten we het doen met jongens die eigenlijk al heel veel hebben gegeven zaterdag. Ja, die kapot zijn. Ik kan ze niks kwalijk nemen qua fysiek. En dan nog, als je na 2-3 minuten naar rust, ja. Is het zwaar. Ja. Dan werkt het weer in je voordeel. Ja. Ja. Oké, dat doe je wel. Maar eigenlijk alles wat ik net verteld heb. je moet kijken. Mexico is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Een hele andere soort type voetbal. Maar vooral wat ik ook in de eerste wedstrijd heb aangegeven. De organisatie. Die moet staan. De afspraken die we maken. Je kan spelers niet kwalijk nemen dat ze een keer een fout maken. Maar in organisatie en bereidheid. Ja, daar kan ik ze wel in kwalijk nemen. Nou ja, dat neem ik mee naar de volgende wedstrijd. Door te kijken naar de beelden. Ja, je hebt zelf al een idee, maar beelden spreken heel vaak, of geven heel vaak duidelijkheid. Ja, tot slot. Is het een blessure en indien wel, hoe ernstig is het? Ik zou het niet weten. We zijn net, ik kom net uit de kleedkamer, ik weet niet wat er is. We gaan het bekijken. Okay, are there questions from the Jamaican press or our head coach or not? No, we don't. We're good. All right. Hartelijk bedankt. Stanley bedankt en Yannick ook. En veilig terug naar het hotel. Ja. So you guys are not interested in my coach. Oh, I'll call you to the mental way. Good luck. I'm watching that.